Welkom bij aflevering 3 van HNEC. Terugblik op de vorige wedstrijd, Kuwait. Ja, 2-2. Aan de ene kant ben ik er wel blij mee. Ja, weer een puntje, dus we zijn nog steeds ongeslagen. Maar daar had meer in gezeten. Als die ploeg beter ingespeeld is, hadden we daar kunnen winnen. Maar ja, dat gaat vanzelf wel komen. Dus laten we tevreden zien, 2-2. Ik vond Mailly met zijn 2 doelpunten, daar waren we wel blij mee. Ja. En een grote kans gemist. Dat wordt weer een topscorer voor ons. Die gaat weer een hoop geld opbrengen. Daar zijn we wel blij mee met die jongen. Ja, Heerenveen, de nieuwe tegenstander van aankomend weekend. Ze hebben Foppe daar. Die doet nu de wieven trainen, dus die had er geen tijd meer voor. En Abel Enstra, ja, die had een keer de 11 steden toch gewonnen. Maar voor de rest, de Heerenveen, ja, ze zullen wel allemaal met de tractor komen weer, die boeren. Dus we zullen ze een warm onthaal geven weer, die jongens. Scheidsrechter De Graaf, van De Graaf, wat kan ik ervoor zeggen? Ze hebben hem een keer met een scootmobiel aangereden met een voetbalwedstrijd, dat hij zo slecht floot. Maar ja, dat is verleden tijd. Ik hoorde ook dat het een thuisfluiter is. En aangezien we thuis spelen, zien we er wel blij mee. Laat hij maar goed thuis fluiten weer. Ik ga toch wel uit van dat we die wedstrijd pakken. Ik denk 2-0, 2-1. We blijven ongeslagen en we douwen Heerenveen gewoon erop. Wel, dat gaat goed komen. 2-1. De heer H.J. Posma uit Heerenveen, die is vandaag jarig. Die laat hij vandaag zijn verjaardag maar vieren, want zaterdag komt er niks van. Naar die sepelt tegen ons, komt van de feest niks terecht. Dus H.J. Posma, provisie had, maar vier het vandaag. Hè. Hully doen klunen, maar wij doen kleunen. We pakken ze, erop kletsen. Tot zover aflevering 3 en hou je